Hallo allemaal, welkom bij Vlog 40. Ja, ik heb een vraag. Ja, ik weet even niet hoe ik het moet stellen, maar ik ga hem gewoon stellen. Ik merk in dat ik YouTube-abonnees ga verliezen. En ik weet niet waar het door het komt. Waarschijnlijk door mijn aanstaande. Omdat hij te veel grapjes of zo maakt. Of dat het aan mij ligt, ik weet het niet. Maar wat zouden jullie fijn vinden? Dat ik alleen doorga? Of dat ik gewoon nog doorga samen met mijn aanstaande met vloggen? Of hebben jullie nog andere tips hoe ik het kan aanpakken met vloggen? Ja, eigenlijk een hele hoop vragen. Ja. Dus heb je tips of wat dan ook? Laat het alsjeblieft weten hieronder. Want anders weet ik ook niet hoe ik het beter kan doen. Want ik wil gewoon dat ik meer abonnees ga krijgen. En niet alleen maar omlaag. Want dat schiet niet op. Ik wil juist lekker omhoog. Want anders ga ik echt huilen. En anders ga ik weer stoppen. En dat is ook niet echt de bedoeling. Dat vind ik gewoon jammer. Wat zouden jullie nou willen zien? Dat is mijn vraag. Wat willen jullie nou specifiek zien op YouTube? Zoals vloggers. Wat willen jullie van mij zien? Dat is mijn vraag. Omdat ik altijd te leuk overkom. Of wil je eens een keertje in de ware Karin zien. Of wat dan ook. Ik weet het niet. Weten jullie het wel? Laat het dan eventjes weten. Dank jullie wel. Nou, het is nou zaterdag 4 november om 18:45. Dus 18:45. En ik zit nou lekker te eten. Ja. Gewoon twee kippetjes. Kijk, dat is lekker. En jullie zien het waarschijnlijk niet, dus ik zal even liggen aan doen. Ja. Ik zal even liggen aan doen. Omdat ik dat leuk vind. Ja. Kijk, ik heb lekker kippetje, jongens. Yummy. En er zijn hier al twee weer op en op aanslag voor de kip. Er zijn hier gewoon twee in aanslag. Die hebben zoiets van, hey, ik wil wat kippetje. Er ligt hier al iemand gewoon lekker te slapen. Hé, meisje, even aandacht, hè. Ja, hè. Even aandacht, hè. Ja. Hup. Even aandacht, hè. Ja. En ik maak eigenlijk overal foto's van feestjes, bruiloften. Ik heb nog geen baby's die net zijn en geboren, helaas niet. Dus dat zou ik ook wel leuk vinden. Dieren maak ik. Ik maak eigenlijk alles. Natuur, gewone portretfotografie. Wat ik ook nog op mijn lijst wil zetten, dat is begrafenisfotografie. Want ik weet het zelf dat mijn oma toen was overleden en mijn stiefvader. Ja, dan heb je daar niet echt zo heel veel zin in om daar nog zelf foto's van te maken. Dus ja, dan heb je toch zoiets van laat het anders gewoon doen. Iemand die buiten de staat en die er ook tegen kan. Nou ja, en ik kan er gelukkig tegen. Dus ik zou zeggen, heb je een verzoek, pb me even via de mail. Karinsfotografie@gmail of karinfotografie@gmail.com. Dus, en anders kun je me altijd vinden op mijn Facebook. Fotografie bij Karin van der Werf. Dus, ik zou zeggen, zoek het even op. En doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer eventjes op het kanaal. Doe eventjes een belletje aan. Dan blijf je op de hoogte. Zo, nou ik ga zo meteen lekker met mijn meisje lopen. Ja, lekker een lekkere grote wandeling. Mijn andere kereltje ligt lekker te slapen in de krapaal. Ja, die zien jullie even nu niet. Het is lekker donker hier trouwens. Ja, dus ja, dan zie je hem ook niet, hè. Nee, dan zie je hem ook niet, nee. Ik weet niet waarom het hier zo donker is, maar...
eentje. Hey, kerel. Krijg ik allemaal kusjes voor jou dan? Nou, dat vind ik wel lief hoor, voor jou kusjes krijgen. Ja. Dan ligt hier mijn andere meisje. Ja, het is een beetje donker, schat. Ja. Dan doe ik het lekker zo. Hij, lig je lekker? Ja, en deze ligt hier ook weer lekker. Op de bank. Hij, meisje. Ja, ik ga zo meteen lekker met jou oplopen. Dat is je poepie zo meteen doen. Ja! Ben je moe? Van wat? Van wat? Van wat? Van wat ben jij moe? Oeh, dikke hammetjes van jou, hè? Ja. Oh, maar dat is lief. Oh, een dikke zucht. Ja, je gaat er ook gewoon langs ook, hè? Ja. En ik was even lekker aan het kleuren, want ik heb hele nieuwe pennen gekocht. En bij de Action, dat zijn deze pennen. En hij geeft mooie kleuren, moet ik zeggen. Beetje glitterkleur, want dat zeg ik. Het zijn 10 keer neon, 10 keer glitter en 10 keer metallic. Weet je niet of jullie het een beetje kunnen zien, anders probeer ik een beetje in te zoomen. Zodat hij dus niet wazig gaat worden. Ik moet daar nog een beetje in zien te verkijken hoe dat allemaal werkt hier. Maar ja. Voor 2 of 3 euro en bij de Action. Ja. Nou, je ziet het. Hele mooie kleuren. Ik ben echt heel trots. Ja, trots. Ik ben gewoon super blij. Ja. Ik mag gewoon niet klagen. En dit is dan weer gewoon een normale. En dan wil ik eigenlijk. Ja. Dat zeg ik heel goed. Wil ik eigenlijk dit stuk, hiero, waar hiero dus glitter zit, wil ik dus ook helemaal met glitter omheen. Maar welke kleur ga ik denk ik pakken? Ik denk een mooie gele. Een beetje groen. Nou, groen heb ik al. Blauw heb ik ook al. Rood. Dat is wel een mooie rood. Ja, ik ga lekker rood pakken. Kijk. Die had ik net ook al. Paars, roze, kijk. Ik ga lekker roze pakken. Ja, ik ga lekker roze pakken, denk ik. Eens even kijken. Gaat die mooi worden, denken jullie? Waar zal ik even een beetje roze uitproberen? Ik ga gewoon hier proberen. Ja, ik ga gewoon jullie even laten zien wat ik aan het doen ben. Dat vind ik nou gewoon weer leuk. En dan ga ik van de week proberen om dus mijn camera op een statief te zetten. En dan ga ik een sjaal maken. Zelf gemaakt. Oh ja, de puzzel is ook trouwens. Of die laat ik van de week ook zien. Moet ik ook nog het een en het ander voor doen. Zoals een beetje vennis erop. En een beetje mooi maken. Ja, hola. Ik dwaal af. Ik dwaal gewoon een beetje af. Hoop ik dat hij nou lekker scherp blijft. Nou, dit is weer zo'n glitterpen.
Ja, dit is gewoon zo'n glitterpen. En ik zit ook gelijk RTL achter kijken en naar CSI Miami. Ja, ik zit CSI Miami niet te kijken, ja. Ja, als ik gelijk even na te kijken. Maar ik vind hem toch ook wel weer mooi trouwens, moet ik zeggen hoor. Net zoals daar al dat glitter. Is deze ook weer mooi glitter. Kijk. Het heeft wel wat, dat en dat glitter. Ik weet niet of jullie het zien, ja, want jullie zien ook mijn spiegelbeeld. Van de camera. Ik vind het wel heel gaaf. Wil je nou deze pen ook gewoon eventjes rennen en naar de action? Mooi verjaardagscadeau of zo. Of een mooie kerstcadeau, Sinterklaas cadeau. Altijd wel weer leuk. Zulke soort dingetjes. En dan hebben we hier ook nog zwart volgens mij. Grijs zwart. Ja, ik ben gewoon een beetje aan het uitproberen met jullie. Vind ik leuk. Waarom weet ik niet waarom ik het leuk vind, maar ik vind het gewoon leuk om gewoon even wat dingen uit te proberen. Ja, zal ik eens even gewoon even hier gaan doen. Ja, dit is gewoon zwart. Kijk jongens. Dat is ook weer glitter, maar zwart op zwart, nee, dat vind ik weer niks. Waarom weet ik niet, maar nee, ik vind dat gewoon echt gewoon niks. Nee. Maar welke kleuren zouden jullie hier al doen? Vertel het mij maar eens. Ja. Doe nog even één kleurtje voor jullie. Maar ik zit eventjes te prakken denken. Welke kleur? Ik zit even te prakken denken. Welke ik nog niet heb gedaan. Welke ik nog niet heb gedaan. Nee. Nou, zilver heb ik nog niet. Nee. Ja. Ik kan wel zilver daar trouwens doen. Ja. Dat kan ik wel even gaan doen. Zilver pakken. Maar dan moet ik hem wel zien te pakken. Ja. Ik denk dat dat wel een mooie kleur is. Maar dit is dan weer... Staat het hier al op welke kleur dit is? Nee, zeker. Nee. Dat staat er helaas dan niet op. Maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Ik kom eigenlijk hier gewoon eens even tussen. Ja, ik hoor mijn camera iedere keer een soort van geluidje maken. Dus dan denk ik iedere keer dat hij dus wazig wordt. Waarom hij wazig wordt, weet ik niet. Geen idee. Ik ben eigenlijk helemaal niet van het kleuren. Maar... En ook helemaal niet van het puzzelen. Ook dat niet. Dan doe ik soms er nog één kleurtje. Kijk, dat is dus zilver. Ja, dat is dus zilver. Ja. Ah, ik zie nog wel een mooie kleur. Ja. Die is dan niet met glitter, maar dat hoeft ook niet. Ik vind hem wel grappig. Ja. Ja, die ga ik hier al lekker doen. Vind ik leuk. Of is deze wel met glitter? Lijkt er wel op. Dan is een beetje bruin goud. Ja, dit is gewoon een beetje bruin goud. Ik heb een hele hoop hoor, en van de action moet ik zeggen.
gaat gewoon weer van de week wat andere leuke dingen, video's zien, ook leuk. Moet je dus een sfeerlampje moeten maken. Ja, dat ga ik gewoon weer doen, vind ik leuk. Mensen dingen leren. Dat is leuk. Zo, kijk. Het wordt nog wel eens wat. Hè? Nou, ik heb een hoop kleurtjes. Laat hem nog even één keer zien. Heel rustig. Zwart, rood, paars. Een beetje paars-roodachtig. Roze. Ik hier nog een keertje paars. Dit is dus glitter aan deze kant. En dan weet ik niet wat dit allemaal voor zijn. Dit is gewoon waarschijnlijk gel. Dat is weer metallic-achtig kleur. Dus dit is waarschijnlijk gel. Nou, dan zie je ook wel allemaal de kleurtjes ervan. Nou, ik zie wat niet goed zit. Dat wil ik eigenlijk weer even recht zetten, want anders dan is dat niet goed voor mijn pennetje. Zo. En met de dingetjes omhoog, deze. Die heb ik dus al gebruikt. Ja. Dus net zoals deze heb ik al gebruikt. Die heb ik gebruikt, het lichtgroene. Deze gebruikt, die gebruikt, die gebruikt. In de tekening zelf. Nou, die zwarte, ja, dat vind ik niks voor nu. Heb ik daar ook nog. En die zijn een beetje in de donkere kleurtjes. Heb ik deze rode al gebruikt. Ik heb deze drie gebruikt. Dus ja. Voor deze. En mijn meisje die ligt er nou lekker bij. Zeg maar, een vrouwtje, ik hou voor jou, ik hou ook voor jou, schat. Hé, meisje? Ja. Ja, ik zou zeggen, ik hoop dat ik jullie weer een beetje heb vermaakt. Wat ik dus net al zei, ik ga weer dingen ook weer een beetje zelf oppakken. Nou ja, zeg ik net een beetje mezelf, maar... Voor jullie, ik ga dingen een beetje weer zelf oppakken, zoals jullie dingen leren. Want dat vind ik leuk. Zoals een sjaal maken, et cetera. En dan hoop ik dat ik jullie daar weer mee ga vermaken. Ik hoop het. En zo ja, doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Vind je dat leuk als ik jullie ga vermaken? Zet het eventjes hieronder in de comment. En dan ga ik er lekker mee door. Dank jullie wel en voor het kijken. Fijne zondag nog.